sand. The ocean looks like a thousand diamonds strewn across a blue blanket. I lean against the wind, pretend that I am weightless, and in this moment I am happy. Cubus, I Wish You Were Here, ergens rond het jaar 2004. Kan ook iets eerder zijn geweest. Zondag 15 oktober 2017, daar zitten we nu. Goedemiddag en welkom bij KGM Braassem Sport. Wat doen we vandaag? Een terugblik op het zaterdagvoetbal van 14 oktober met WVC en Woubrugge. Tafeltennis gisterenmiddag in Roelofarendsveen. Eredivisie Dames, de treffers tegen TTV Leibrij Heerlen. Dat zeg ik fout, maar we horen straks hoe je dat correct moet uitspreken. Koersbal, ook even langsgelopen met de zilveren ballen. Gisterenmiddag, koersbalvereniging Alkmaar even bijpraten. Handbal, gisteravond, Hertogshal, hoofdklasse Roak tegen Heerlen met trainer Kees Tonen. Verder een vooruitblik op de lokale zondagamateurs. Straks vanaf 2 uur, live via Studio Alphen. Verslag van onder meer Benarres uit Hazerswoude-Rijndijk. Rijndijk tegen Kikkers uit Leimuiden. Our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about problems?
house that want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times we said you had the answer? What about us? What about all the broken, happy ever after? Overal ter wereld op nummer 1 nu, Pink, What About Us. Terugblik op het zaterdagvoetbal, vierde klasse A, eerst even de uitslagen. KSD Marine uit Den Haag tegen Hazen Zwoutse Boys, 2-2. Meerburg, SEF, 1-3. LVV Voetbal Factory, de Leidse Studenten tegen Oegstgeest, 0-5. Wassenaar, Alfia, 0-9. VVSB Rodenburg, 2-0. Golfsport, Leiden, Boshuizenkade tegen Haagse Hout, 1-12. Vorige week verloren Golfsport met 19-0 van Oegstgeest. Je vraagt je af, wat doet Golfsport daar? Eén wedstrijd resterend. WVC uit Oude Wetering tegen Udo uit Oegstgeest. 1-2. Even nabeschouwen met WVC aanvoerder Joppe Huigsloot. 10 minuten voor tijd. Ik dacht een penalty daar. Nou, ik weet niet. Ik kon niet goed zien. Ik stond vrij ver weg. Dus... Dan zou het misschien wel 2-1 staan, dan wordt het 1-2. Ja. Zouden we winnen, maar ja, we krijgen zelf twee slordige goals tegen. Dus. Ja, ik zag die laatste, een verdediger in Menno, ook niet helemaal... Nee, zat er allebei naast. Dan rolt hij er zo in. Zuur. Sta je weer zonder punten? Ja, alweer, ja. Tegen Udo. Nou, je dacht van 1-1, nou, op zich, ja, één puntje heb je misschien ook niet zoveel aan. Nee, ik dacht we gaan er nog overheen, maar dat zat er niet in. Nee. Hoe ging de eerste helft? Slecht. Speelde heel slap. Geen winnaarsmentaliteit in ieder geval. Ja, en dan kom je, ik heb het niet gezien, 1-0 voor of 1-0 achter? 1-0 achter. En was ook een beetje zo. Het was ook gewoon een goal die er niet in hoeft. Gewoon een fout, eigenlijk. Ja, en dan kom je wel op 1-1. Door wie? Ja, door Vos. Ik weet zijn echte naam, zijn bijnaam is Vos. En hij speelt eigenlijk in zaterdag 2. Maar omdat bij ons zijn een paar gasten op vakantie, best wel veel geblesseerden.
Dus, ja, ik zag het, je ziet Thijs van der Meer van SVOW een hele tijd daar spelend en zelfs, zelfs Ties Marquardt. Ja. Ja, klopt ja. Ja, dat kan ik niet. Ken ik al 20 jaar. Ja, nou, ik nog niet, maar ja, ik ken hem van, hij speelt volgens mij op zondag normaal of niet? In een vriendenteam. Ja. Vriendenteam. Nu. Ja, dan blijkt je dus dat je een smalle selectie hebt. Ja, zeker. Hebben we ook uiteindelijk. We dachten dat we best wel veel mannen hadden, maar het is best wel uitgedund. Door blessures. Ja, maar ja. Nou ja, dan heb je nog steeds geen punt. Volgende week tegen Goalsport. Nou, dat moeten toch wel op punten worden. Ja, dat worden punten. Dat weet je niet. Ja, gaan we wel voor. Met 19-0? Dat zou mooi zijn. Ja, vorige week Oegstgeest. Ja, een beetje een rare klas is het dan, hè? Ja, dat is het ook. Een beetje Mickey Mouse competitie. Maar nou, hoor je hier thuis? Wij? Op zich wel. We zijn net een nieuw elftal natuurlijk, dus even wennen. Ja. En, verwacht je dan een verbetering? Bijvoorbeeld? Ja. Ja, tuurlijk. We spelen gewoon slordig. Als we minder slordig gaan spelen en wat weer meer mans worden en wat harder ingaan, dan komen die punten vanzelf. Aldus Joppe Huigsloot, de aanvoerder van WVC. De stand na 4 duels bovenaan met de volle winst. 12 punten dus, Alvia, Oegstgeest en Sef. Het wordt interessant als die drie tegen elkaar gaan spelen. Onderaan met 0 punten nog altijd WVC, Wassenaar en Goalsport. Werk aan de winkel dus volgende week voor WVC tegen Goalsport. Boshuizenkade voor de eerste punten. Ja, Goalsport, je mag het misschien niet zeggen, maar misschien naar de reserve, denk ik. Vierde klasse C dan. Uitslagen eerst. Zevenhoven tegen Boeren 2-2. Boerkapelle tegen NSV 46 0-7. CVO 60 uit Zegveld tegen Aarlanderveen 2-0. SPV 81 uit Woeren tegen Kamerik 1-3. Roda 76, Floriant 2-1. Sportief, Rijnstreek 2-0. En Waardbrugge tegen Linschoten. Ja, 3-1. Winst dus voor Waardbrugge. Even napraten met iemand die ik ook al een jaar of 25 ken. Kees Wijhenken. 3-1 voor Waardbrugge. Ja. Vertel eens even, nou, nu ik je toch aan de telefoon heb. De doelpuntenmakers, dat is volgens mij Bob van der Gijn maakte de 1-0 in de eerste helft. Dat weet ik wel. En de eerste 20 minuten was Waardbrugge ook de betere ploeg. Dus dat was verdiend. Ben je er nog? Ik ben er nog, ja. Ja. Oké. Ga door. Bob van der Gijn, de ruststand was 1-1. Treffen van Linschoten weet ik niet. Nou, Kees... De ruststand, die jongens waar hier ook, heb hier twee pupillen van de week, die weten het nog veel beter. Het werd 1-1 en toen werd het, ik denk de 42e minuut, werd het 2-1 voor Waardbrugge. En de maker was Mark van der Kolk. En het bleef spannend, tweede helft, ging op en neer. Beide ploegen kregen kansen, zowel Linschoten als Waardbrugge. En een paar minuten voor het einde kwam de verlossende voor Waardbrugge dan 3-1 van onze topscorer van het eerste. En dat is, even kijken, zo'n moeilijke naam. Hè? Ja, Sjui. Sjui. S-H-I-E. S-H-I-E. Ik weet het. Los van H-U, ja. Ja, over de naam van die topscorer ga ik mijn tong verder ook niet breken. Bla, bla, bla. Al dus Kees Wijhenken, zeg maar de PR-man van Waardbrugge. Althans, dat was hij vroeger. Waar staat Waardbrugge eigenlijk? In de middenmoot. 2 maal gewonnen, 2 maal verloren. Volgende week eveneens thuis tegen Floriant uit Boskoop. Heeft 1 puntje meer tot nog toe. Heel goed doet het NSV 46 bovenaan met de volle winst. 12-4. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55.
got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa, whoa. In the year 7510, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again, whoa, whoa. In the year 95, 95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may. Zeker en Evans in the year 2525. Waarom deze plaat? Ik moest laatst afrekenen bij de lokale supermarkt met een bedrag van 25,25. Heb je misschien ook wel eens. Dus ik dacht, laat ik die plaat eens opzoeken. Het was een dikke nummer 1 trouwens in 1966. Tafeltennis nu. Eredivisie. Dames, tafeltennis. De treffers uit Roelofaar en Sveen tegen. Daar kom ik zo op terug. De treffers speelden met Marian Krit, Mert de Jeu en Marleen Visser als invalster. De treffersdames stonden onder de douche, daar ben ik niet welkom. Dus even een gesprekje met Rianne Strik van de tegenstander. Ja. Vandaag tegen de treffers, Eredivisie, ja. Dat is een beetje het hoogste niveau, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Gewonnen met 5-1. Ja. En jullie komen helemaal uit Heerlen. Ja, we wonen wel op verschillende plekken tegenwoordig. Dus nu komen we eigenlijk uit Heerlen, Utrecht en Amsterdam. Maar ja, er zitten nog wel Limburgse roots in. Jij zit in de buurt van Limburg, zo aan het accent te horen. Ja, ik kom uit Limburg. Ik woon tegenwoordig in Utrecht. Maar ja, het is wel makkelijker reizen. Dan zit je in het midden. Ja, precies. Ja. Hoe ging de partij? Ja, het ging aardig. Ja, er is wel enigszins een niveauverschil tussen de topspelers van Heerlen en de spelers van de treffers in. Dus ja, ze hadden een aantal makkelijke partijen. Ja, voor mij waren het misschien wat spannende partijen. Marjan heeft het ook van mij kunnen winnen, dus ja, toch een puntje voor de treffers nog. Ja, Marjan, opnieuw Marjan, ja? Ja, okay, ja. Ja. Die heeft een puntje kunnen pakken voor de treffers. Ja, en dat is dan de Eredivisie en jullie gaan voor het landelijke kampioenschap? Ja, we gaan voor de play-offs en vanuit daar kan je weer verder spelen voor de eerste plek. En ook voor Europese wedstrijden verder. Dus het gaat nog verder? Ja, je hebt er nog een Europa Cup en een Champions League. Ik zie een sponsor staan. Library. Hoe spreek je dat uit? Libreën. Ja. Oké, nou, dat is goed dat ik dat weet. Ja, ja, dat is een ingewikkelde naam. Maar ja, elke club heeft wel een sponsor eigenlijk in de Eredivisie. En ja, hier missen ze. Nodig. Ja, hier hebben ze meerdere kleinere sponsors, zoals je wel in de zaal de borden kunt zien. Maar daar hebben ze de naam niet op aangepast. Je hebt heel veel clubs die een naam aanpassen naar de hoofdsponsor. Dat gebeurt wel vaak. Ja. Hoe fysiek is tafeltennis? Het kan heel fysiek worden. Je kunt hele lange rally spelen en het gaat ook op flink tempo. Dus ja, enige conditie is wel vereist. Ja, rallies kennen we ook voor het normale tennis, hè, met 16 of 17 ballen.
Ja, dus bij dames staftennis zijn ze wel wat korter, want die spelen nogal wel snelle ballen en die willen graag snel scoren. Maar daardoor is het tempo ook wat hoger. Precies. Volgende week? Volgende week? Morgen eigenlijk al. Morgen? Ja, dan zie ik ook staan hier. Daarom ben ik hier. Oh, ja. Ja, wij mogen morgen tegen Taverso. Die spelen we in Heerlen. En Treffers mag volgens mij ook weer morgen tegen SKF en Veenendaal. Dus we hebben allebei een vol programma. Ja, dan moet je een heel stuk reizen. Ja. Maar het hoort erbij, hè? Het hoort erbij. Als je hoger speelt, hoe hoger je speelt. Europa ook, hè? Ja, precies. Hoe lang gaan we? Van Europa, waar moet je dan heen? Ja, overal. Je kunt naar Duitsland, Italië. Overal. Nou, leuk. Succes. Dankjewel.
Red Hot Chili Peppers met Give Away Now. Volgens mij de eerste hit die ze scoren. Verder met de lokale sport, Kagenbrasem. Daarnet besproken de treffers, dames uit Roelvaar en Zween, tafeltennis. Maar er wordt natuurlijk veel meer gesport in en rondom sportcomplex De Tweesprong in Roelvaar en Zween. Zoals buiten, Jeu de Boel. De Boel de Boel, Alkmaar. Met de zilveren ballen. Even praten met achterin volgens de wedstrijdleider Hans Klein en bestuurslid Joop Koenis. Ja, nou, we beginnen even met Hans Klein, de wedstrijdleider van de Boel de Boel. Dat klopt. Ik vind de Boel een leuke sport. Vertel eens een beetje waar het over gaat. Waar gaat het over? Het gaat over dus met de balletjes gooien. Dat is in de volksmond gewoon het balletjes gooien. Nou, zo simpel is het niet. We hebben dat kleine balletje, dus het butje. Die ga je dus, als je aan een wedstrijdje gaat beginnen, die ga je op 6 meter, minimaal 6 meter vanuit een uitwerpcirkel ga je die gooien. Hij mag tot 10 meter. Goed, tussen die 6 en 10 meter ligt het butje. En dan ga je met je grote boels, dat zijn die zilveren ballen, die ga je proberen om zo dicht mogelijk bij dat butje te gooien. Is dat gelukt, dan mag de tegenpartij die mag proberen om hem te verbeteren. Lukt dat niet door de tegenpartij, dan mag hij nog een keer proberen. De tegenpartij heeft 6 boels. Je speelt in doublet of in triplet. Ze hebben 6 boels. Ze mogen dus eigenlijk 6 keer proberen om hem te verbeteren. Het kan met de eerste keer al een kans zijn. En het kan met de 6e keer nog niet zijn. Dan heeft dus de beginpartij heeft nog ballen. Boels. De zilveren boels. Die kan die weer zo dicht mogelijk bij dat butje gaan plaatsen. Is daar een mogelijkheid om dat gaatje te vinden, dan kan je er ook maximaal nog weer 5 bij plaatsen. En dan heb je een maximaal score heb je van 6 punten. En zo'n score in zo'n klein partijtje noemen wij een mennen. Het totaal aantal punten wat je kan behalen is 13. Het kan 0-13 worden en het kan ook 12-13 worden. Dit is even in grote lijnen wat betreft de ballen, het butje. Jeu de Boel. Jeu de Boel zou je zeggen, het komt uit Frankrijk. Is het zo? Ja, inderdaad. Jeu de Boel komt uit Frankrijk. We hebben dat wat vernederlandst. Het heet eigenlijk pétanque. Nu zelfs ook, wij zijn als Jeu de Boel lid, Boel de Boel ook lid van de landelijke vereniging. En wij hebben dus nu ook het bewuste Jeu de Boel hebben we dus ook wel omgedoopt naar pétanque. Wat je dus hier nu ziet vanmiddag is competitie. Dat is, noemen wij de NPC. Dat noemen we de Nederlandse pétanque-competitie. Dus wij hebben ons al wat geüpgrade wat betreft het woord Jeu de Boel. Naar pétanque. Okay. Pétanque, ja. Ja, deftig. Nou, we weten een beetje iets over Hans. Ik ga even naar een bestuurslid. Ik denk dat... Ja, dankjewel hoor. Ja, dankjewel. Joop, ja, gaat het een beetje over de vereniging? Want Jeu de Boel is toch een beetje een sport waar je zegt dat is een beetje voor ouderen of is dat voor jongeren ook? Nou, het is zelfs zo vreemd dat de gemeente die dacht hier dat we bij de culturele groep zouden horen. Maar het is echt een landelijke sport voor een buitendienst, voor de buitensport. En dat is ook overigens wel vreemd. Wij zitten hier aan het sportpad. En, bij de treffers, ja. Bij de treffers onder andere, ja. En daar hebben we gelukkig een terrein weten te bemachtigen, uiteindelijk door de gemeente. En we zitten hier nu 20 jaar reeds. De eerste paar jaar bij de voetbal ingeburgerd op een verhardveld. En later nog even in een kas. En sinds enige tijd hebben we hier ook een hele mooie hal. Met elkaar hebben we daar in de hal 12 speelvelden. Daar kun je dus met 48 mensen kun je daar je wedstrijd spelen. En zoals we nu buiten bezig zijn, hebben we daar 16 banen liggen. Dat wil zeggen, als je een triplet zou spelen, dat we hier op deze banen met 96 mensen een wedstrijdje kunnen spelen. Maximaal. Ja. Maar dit geheel wordt door liefhebbers onderhouden. We zeggen ook wel eens een keer, je moet wat doen voor de ouderen. Nou, het is natuurlijk een oudere sport, maar zoals je vanmiddag ziet, zijn er toch ook heel veel jongeren bij. Onze gemiddelde leeftijd is over de 70, dat wel. Dus we doen veel voor de oudere mensen om ze hier ook te vangen. Dinsdagmiddag, vrijdagmiddag spelen hier meestal zo'n 40 tot 50 mensen op deze banen, binnen of buiten, hè, die daar met elkaar bezig zijn. Er wordt dan altijd gehusteld, met gevolg dat dus bijna iedereen tegen iedereen speelt, onder alle omstandigheden. En dat geeft dus een hele goede kameraadschap onderling. Je kunt het eigenlijk met iedereen heel goed vinden. Ja, met andere woorden, een sociale functie hier, hè?
hele grote sociale functie hebben we hier bij deze vereniging. Want er is natuurlijk ook lief en leed af en toe. Hè? En dan weet je elkaar heel goed op te vangen. Lief en leed, als je verliest, dan is altijd een verliezer, hè? Ja, daarom. Dus dat speelt dus. Wij onderhouden hier ook het veld, dat zie je zelf wel, echt zelf. Doen we helemaal pro deo. De haal hebben we zelf bekostigd met een flinke hypotheek. Daar moet dus hard voor gewerkt worden. Dat doen we hier met elkaar. Ook het speelveld, het onderhoud. Hè. Dus we hopen wel dat we in de toekomst wat meer naar de gemeente toe kunnen schuiven. Want het is heel vreemd in Roelofarensveen. Wij zijn de enige vereniging die betaalt voor zijn speelveld. Namelijk erfpacht. En er is geen vereniging in de Veen die dat ooit heeft gedaan. Dan moet je misschien veel leden hebben. Dat heeft niet met de leden te maken, maar dat heeft puur met het erfpacht te maken. Het erfpacht, dat is gemeente of dat is recht, ja. Ja, dat is een bepaald recht, maar ik bedoel, dat is wel verkregen voor de bouw van een hal. Ja. Maar dat je dus ook daarvoor moet betalen, terwijl je dus voor het speelveld, ja. dat is iets wat verder niet voorkomt. In dat klopt verder niet, nee. Nee. Dus daar zijn we volop mee bezig. Ja, er is wel eens discussie over de voetbalvelden ook, hè? Ja, maar goed, dat is het onderhoud van de voetbalvelden, dat is toch wel een gemeentelijk werk, dus dat scheelt. Ja. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me. They see pictures, they say goals, bitch I'm who they tryna be. Look, I might just chillin' some babe, I might just chill with your boo, I might just spill on your babe. My pussy feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want, he buy me Yves Saint Laurent. In the new whip, when it go fast as the horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the streets, know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you hoes know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these hoes be mad at me, they baby father wanna build. Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody move. If you a pussy, you get popped. You a goofy, you a op. Don't you come around my way, you can't hang around my block. And I just check my account, turns out I'm rich, I'm rich, I'm rich. I put my hand above my hip, I bet you dip, he dip, she dip. I say, I get the money and go, this shit is hot like a stove. My pussy glitter is gold, so that little bitch play her role. I just a rope and a rose, I just came up in a rave. I need to fill up the tank, no, I need to fill up the safe. I need to let all these hoes know that none of they niggas is safe. I go to dinner and steaks, only the real can relate. I used to live in the peace, now it's a crib with a gay. Rolly got charms, the life frosted flakes. Hard to let these bitches know, just in case these hoes forgot. I just wanna check the mail, another check from Martin Scott. Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Bloody moves.
Ja, ik had het net over de boel. Met de Bulls en de Buds. Met dit soort muziek word je tegenwoordig doodgegooid in de Verenigde Staten. Cardi B, Bodak Yellow. Je kunt het leuk vinden of niet. Verder met de sport, de Kagenbrasem. Rijdwetering, hè, toch zo? Roak handbal, gisteren gespeeld tegen Heerlen. Je hoort coach Kees Tonen. Goedenavond Kees, vandaag tegen Heerlen. Ja. En benieuwd naar de uitslag. Even vragen. Joyce, wat was de uitslag? 11-22. 11-22. Dus 11-22 voor Heerlen. Ja. En Heerlen komt helemaal uit Heerlen vandaan of is het ergens anders vandaan? Nee, die komt uit Heerlen vandaan, bij Waal. Heerlen. Dus Limburg dus. Ja, nee, Brabant. Brabant, nou, dat is ongeveer net zo ver. Nou, misschien iets korter, maar... Ja. Dat betekent dat jullie hoog spelen? Hoofdklasse. Ja, ik heb meerdere wedstrijden gezien. Internos vorige week. Ja. Ja. Wat is dat geworden? Rust was 14-14. Einduitslag 24-18 of zoiets. Ja. En speelt hoogklasse en dan is het toch ver weg spelen. Ja, we hebben 6 wedstrijden die we in het ver weg niestand spelen, zeg maar, in Brabant. Dus dan gaan we met de bus en dan mogen we lekker onder genot van Bovo Tours mogen we een ritje maken daarheen. Ja, en dat is wel gewoon met zulk slecht weer en dan spelers die gespeeld hebben, dan is het wel gewoon handig om dan met een bus te kunnen. Ja, maar goed, over de wedstrijd van vanavond, Kees. Kun je er iets over vertellen? Nou, we begonnen redelijk goed. Was op een gegeven moment 5-5. Dan hadden we een wat zwakkere fase in het middenstuk. Waardoor hun eigenlijk met 3-4 doelpunten wegliepen. Op een gegeven moment in het tweede gedeelte van het derde gedeelte van de eerste helft pakte het wel weer op. Waardoor de ruststand 13-8 was. 12-7 of 13-8. In ieder geval 5 doelpunten verschil. Dan zie je gewoon dat we heel wat kansen gemist hebben. Dus dat het verdedigend best wel goed zat. Maar aanvallend gewoon niet goed. Nou, als je dan de einduitslag neemt, 22-11. Nou, dan is 22 doelpunten tegen is op zichzelf niet zo slecht. Hè, want dat voor handbal is dat redelijk normaal. Alleen als je er zelf maar 11 maakt. We hebben gewoon heel veel vrije doelkansen gemist. En dat is gewoon zonde. Ja, noem eens een paar namen, Kees. Je speelsters. Een paar speelsters? Ja, noem eens een paar namen. We hebben dit jaar Maxime Vlasman overgekregen vanuit KDO. KDO? Is dat Kuulstaart of is dat anders? Ja, dat is... Wat is het? Kwakel. De Kwakel is het, ja. Die hebben we over... Die voor de cirkel. Nou, dat is, zij is, staat dus nu op een positie waar ze nooit gespeeld heeft. Onze cirkel raken we kwijt. Dus we hadden een vervanging nodig. En we denken dat zij in ieder geval in staat is om dit gewoon aan te kunnen. Maar er moet natuurlijk nog wel aangewerkt worden dit seizoen. Je had de kiepsters Elsa en Marije. Nou, die stonden in het doel. Nou ja, als je dan ziet, 11 doelpunten ieder gemiddeld tegen. Dus dat viel ook best wel mee. Nou, voor de rest hebben de meesten wel gescoord. Maxime had er dan een aantal strafworpen goed ingelegd. Loes Verdel heeft een aantal strafworpen wel gemaakt. Dus wat dat betreft ging dat wel. Alleen in de spelsituaties, vooral de overtalsituaties. Dat is wanneer wij een man meer hebben. En daar waren we niet gelukkig in de afronding. Ja, dat is belangrijk. Ja. Nu speel je tegen landelijke teams. Ik zie hier staan bijvoorbeeld WPK Westlandia volgende week. Ja. Dat zal Monster zijn of Poeldijk, die kant op. Naaldwijk. Ja. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk, Kees? Nou ja, daar hebben we vorig jaar ook gespeeld. Bij Naaldwijk is het wel zo. Vorig jaar hebben we er gelijk tegen gespeeld en 1 keer nipt verloren. Moet ik wel zeggen dat wij in verhouding nu iets zwakker zijn als vorig jaar. Minder schotkracht. Dat probeer je dan op te vangen door snelheid. Maar ja, dat is wat je wel moet aanpassen. We hebben 4 nieuwe spelers, 5, nee 5 zelfs, met Maxine erbij, 5 nieuwe spelers erin staan. Dus dat moet wel ook nog aan elkaar wennen. We hopen volgende week toch in ieder geval
wat punten te pakken. En laten we dan in ieder geval zeggen dat het spel beter moet zijn. Dat we de kansen afronden. Op het zondagvoetbal straks te beginnen met de tweede klasse C. ROAC tegen DSOV. DSOV uit Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer. Even luisteren naar ROAC aanvoerder Freek Heemskerk. De eerste wedstrijd wonnen ze bij Dick. Vorige week, weet ik, ja, vorige week liet ze punten liggen in ieder geval. Ik weet niet wat ze vandaag hebben gedaan, maar ja, ik denk dat het wel een prima tegenstander is. En ik moet wel zeggen, een voorbeeld is dat wij gewoon weer een keertje thuis spelen. We hebben nu al twee uitwedstrijden gespeeld. En thuis zijn we doorgaans zo'n stukje beter dan op vreemde bodem. Ja, ik moet zeggen, we waren echt met een goede reeks bezig. We hadden al met vorig seizoen en de beker erbij, waren nu 9 wedstrijden op rij ongeslagen. Dus dat is het, dit voor het eerst dat we weer verliezen in een reeks van 10 wedstrijden, officiële duels. Dus ja, we zaten echt wel in een goede reeks en het vertrouwen was er. Ik moet zeggen, dit is wel van een tikje, maar ik denk dat het vertrouwen nog groot genoeg is om zondag gewoon weer een goed resultaat te behalen. Ja, goed. Vandaag DSOV gewonnen van GDA met 2-0. Okay. Dus ja, we kijken wat het volgende week gaat worden, Freek. Ja, daarom. Ik denk dat het dan heel dicht bij elkaar ligt dit seizoen weer. En dat iedereen van iedereen kan verliezen en winnen. En ja, de vorm van de dag, denk ik. En in sommige gevallen ook de vorm van de scheidsrechter, denk ik dat heel erg bepalend zal zijn dit seizoen. Aldus Freek Heemskerk, aanvoerder van ROAC. De andere wedstrijd in diezelfde tweede klasse C, Dozer Vuk, daar kom ik zo op terug. Derde klasse A dan, WVC tegen RK Des uit Kudelstaart. Wedstrijd vorige week afgelast. De vraag is, wanneer wordt een wedstrijd tegenwoordig afgelast met de kunstgrasvelden? Vandaag speelt WVC uit tegen FC Rijnland uit Leiden. En dan wordt het interessant.
Rijnland staat aangeschreven als de titelfavoriet. En dat maken ze na 3 wedstrijden ook wel waar met de volle 9 punten. Ik kom er zo op terug met de voorbeschouwing. Opnieuw derde klasse A, Benarres tegen Kikkers 69. Ik ben afgelopen zondag even wezen kijken bij de wedstrijd van vorige week. Dus van vorige week, Kikkers tegen Warmunda. Het was een drassig veld, maar Warmunda won terecht met 0-3. Uitblinker al daar voor de Warmonders was duidelijk Shafiq Belmamouni. Ik ben straks live bij het duel Benarres-Kikkers in Hazenswoude-Rijndijk. Even luisteren wat Benarres-coach Marcel Vondeling daarvan verwacht. Volgende week dan zie ik staan dat op het eigen complex Kikkers 69 uit Leimuiden op bezoek komt. Geplaagde ploeg, vorige week verloren van Altior 6-2 en vandaag verloren met 3-0 van Warmunda. Kortom, er valt wellicht wat te halen, Marcel. Ja, er valt altijd wat voor ons te halen. Omdat ik, we gaan altijd voor de winst en dat zullen we volgende week ook doen. En hoop dat we een beetje fit blijven. We hebben heel veel blessuregevalletjes. Dus laten we hopen dat deze week qua training gewoon iedereen heel blijft. En we hebben volgende week wat jongens die er niet zijn. Maar dan kunnen wij prima opvangen omdat we gewoon een groep hebben van 20 man die allemaal aan het eerste kunnen spelen. Dat zag je vandaag ook aan Pascal van der Linden, die ook zijn eerste en de eerste meedeed. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Vierde klasse MMO uit Hoogmaren dan. Thuis tegen BSM uit Bennebroek. Luister naar trainer Pascal Verschoor. Volgende week, dan zie ik staan op eigen veld in Hoogmaden, de wedstrijd tegen BSM uit Bennebroek. Ja, dan kan ik vragen, ken je die club? Maar dat zal waarschijnlijk nee zijn. Nou, nee. Ja, je vraagt natuurlijk wel de tegenstander van vandaag vroeg. Tegen wie moet je de volgende week ook tegen die? Nou, moet je dat en dat in de gaten houden? Ja, ze kunnen natuurlijk zoveel zeggen. Maar misschien zetten ze wel op een verkeerd spoor. Dat weet je niet. Maar wat ik heb begrepen is dat ze twee handige spitsen hebben. En een nummer 10. Maar ook dat het een jonge ploeg is. En de ervaren rotten zijn daar een beetje mee gestopt. Dus het is ook wel weer afwachten en aftasten. Ja. Kijken hoe dat gaat. Doel van dit jaar is hopelijk, of minstens denk ik aan, weer in de derde klas terechtkomen, Pascal. Ja, nou ja, goed. Als je kijkt naar de West 1, hoe dat ingedeeld is met in de vierde, wat ik zeg, de vierde klasse, die bestaat uit daar 8 pools. Ja. En dan hebben ze ook nog een vijfde klasse onder zich, die bestaat uit 3 pools. En als je dan kijkt naar West 2, die heeft 1 pool in de vierde klasse. Nou ja, dan het niveauverschil is niet heel erg groot met de derde klasse, moet ik zeggen, van West 2. Nee. Dus dit wordt geen appeltje eitje. Het verhaal van West 1, Noord-Holland, waar MMO nu speelt. Ik kom zo terug met een voorbeschouwing van Dozer en WVC. New York to the heart, but got love for all. Lying, die in the fire where I learned the ball. Uptown is the place where I lay my dome. On the streets of the Bronx where my family roam. Oh damn it, we home. Heater got a 9mm. Player haters can feel the flame from my heater. I never really liked to play a fool like that, but I love to succeed. C4s fall flat, flat like deja vu. And I got another clip down a deja crew. I sip Cristal, Dom P, Mo with the piss down. Just cause I'm pissy don't mean you should miss down. Keep them in the 50s and hundreds all arranged. Anything less than that, you keep the change. Not filthy rich, but bitch, I'm barely broke. Blessed with flows to keep you hooked like dope. Friends call me guns, sons call me trife. Cause I'm quick to slide off and slide this dick up in your wife. And that's life, you should learn how to treat her. I guarantee Peter knows how to eat her and beat her. Niggas in the Bronx call me Lex, cause I push a Lex. And I rock a Rolex, and I lounge on Lex. And I love sex, and I wave texts on sets that be trying to flex. Like Dex, nigga, God rest your soul. But when you're playing cards with guns, it ain't no time to fold. Ho, New York niggas got crazy game, but out of town niggas is all the same. Brooklyn niggas get crazy loot. That's because when it's beef, they ain't scared to shoot. All them niggas know how to play. Mac the 600 getting crazy pay. Niggas out of Queens got shit on lock. Strapped with the Glock running up in your spot. But if it wasn't for the Bronx, this rap shit probably never would be going on. So tell me where you from. Uptown baby, we gets down baby, up for the crown baby. Now if it wasn't for the Bronx, this rap shit probably never would be going on. So tell me where you from. Uptown baby, we gets down baby, up for the crown baby. Yo, the RM80 is parked in the lot right next to the Mercedes. Keep the heat cocked for these blocks that are shady. You're crazy if you walk around thinking shit's gravy. Stop me, maybe, I'm living life flawless. Making big investments on them A-class flawless. And hoes call us, I'm comfortable like Recaro. Two quarters
quarters of my life, walking roads tight and narrow. Deep thoughts which I abide by, puffing high, got my mind's eye, point sharper than an arrow. Getting high, keep your eye on a sparrow, riches like the pharaoh. Bought a new five with the snitches for these hoes, trunk full of ammo. Keep my toes close than most, niggas keep their own shadow. And I strap for my foes like a saddle. I rock stones, other niggas rock gravel. Talk shit, whatever have you, I'm from Soundview, Bronx most wanted. Front get confronted, player we rolling deep in the 1.500s. Like big eye, red eyed, mad blunted. You step outside and get blooded, have your whole block flooded with the Bronx, it's a warning. Storm in, guns out from dusk till dawn, and it's on, no doubt. Keep an eye on your bitch when I'm roaming about, and put an eye on your lip, nigga, watch your mouth. I'm from the Bronx, wipe your feet when you step in my house, cause you's a small time nigga, about a half an ounce now. New York niggas got crazy game, but out of town niggas is all the same. Brooklyn niggas got crazy loot, that's because when it's beef, they ain't scared to shoot. Harlem niggas know how to play, Mac the 600 getting crazy pay. Niggas out of Queens got shit on lock, strapped with the Glock running up in your spot. But if it wasn't for the Bronx, this rap shit probably never would be going on. So tell me where you from. Uptown baby, we gets down baby, I'm for the crown baby. Now if it wasn't for the Bronx, this rap shit probably never would be going on. So tell me where you from. Uptown baby, we gets down baby, I'm for the crown baby. Guns like what? The Lord Tariq is like what? Soundview like what? My 74th like what? Money boss like what? The gun runners like what? And K&S like what? And Uptown like what? Charlin, play on. Strong Isle, play on. And Mount Vernon, play on. And Yonkers, play on. And putting it down for NY, you know what I mean? NY, and worldwide. ...1998, Lord Tariq en Peter Guns, Deja Vu. Voorbeschouwing op straks Rijnland tegen WVC en Dozer Vuk. Van Dozer heb ik geen voorbeschouwing. Ik verwijs je naar Studio Alphen of KB Radio op de radio of op internet... ...voor een nabeschouwing met Thomas Duivenvoorde. Wel even vooruitblikken met Arne van Klink, FC Rijnland, WVC. Arne, iemand van eerder zondag. Loek is er niet? Jawel. Waar is Loek dan? Oh, vandaag? Nee, vandaag ja, niet. Vandaag niet. Ik heb hem niet gezien. Ik zou vorige week verslag doen van Arne van Klink. Ik zou vorige week verslag doen van de wedstrijd tegen RKDS, die ging niet door. Ja. Dan vraag ik me af. Hier is wordt op het natuurgras gespeeld. Als dat wordt afgelast, moet je dan niet uitwijken naar het kunstgras? Nee. Dat hebben ze niet aangegeven aan het begin van het seizoen. Dat was wel ergens het geval met Rodenburg bij de beker. Ja, beker moet verplicht doorgaan, omdat je anders met het programma in de war komt. Maar als het zo meteen nog twee keer afgelast wordt op gras, dan gaan ze ook gewoon naar kunstgras uitwijken. Dat moet dan ook verplicht worden. Ja, dat is het verhaal. Nou, vorige week ging het dus niet door. Vond je het jammer? Ja, ik had wel zin om te voetballen, maar het veld was gewoon veel te slecht. Ja, dus, ja, je kunt er misschien één wedstrijd spelen en dan wordt het helemaal kapot getrapt. Nou, er lag gewoon, was gewoon één grote drassige bende in de hoek hier links voor en rechts achter. Dus dat was gewoon geen eer aan te behalen. Ja, nu doen we voor de radio altijd een voorbeschouwing. Dat gaat via Studio Alphen. Dat was natuurlijk vorige week niet. Met Loek normaal gesproken. Nou, Loek zie ik hier niet, maar het maakt niet zoveel uit. Dan moet je morgen tegen een van de titelkandidaten, tegen Rijnland. Volgens mij heb ik daar ook een keer verslag van gedaan, aan het begin het jaar. En toen scoorde jij een prachtige goal. Ja, klopt. De winnende. Dat weet ik nog, ja. Ja, nou, ik denk dat het wel een lastige wedstrijd wordt. Ik heb Paul, is natuurlijk onze oud trainer, Gitaro. Ik heb met hem gesproken en zij hebben 15 nieuwe spelers. Elkaar, ja. 15 nieuwe spelers. Waarvan eentje die van een best wel een niveautje afkomt. Midden op middenveld. Ik weet even zijn naam niet meer. Maar ja, we zullen het zien. Ik moet gewoon slim blijven voetballen tegen hun en niet in de duels komen. En dan, ja, want 2 weken terug was ze tegen SCZ 1-4. Dat was wel een knappe prestatie. Ja, was een beetje, ik had het moeilijker verwacht. Het was toch vrij simpel. Stonden heel snel 3-0 en ja. Kregen we een penalty, maar dat was eigenlijk het enige wat zij hebben laten zien. Een schot, op, nou niet eens op doel denk ik, en een penalty. En voor de rest wij ze gewoon heel goed in bedanken houden. En verdedigd was bij hun gewoon een gatenkaas. We hadden er nog wel meer moeten maken ook.
tegen SCZ. Ja, dan moet je dus morgen tegen Rijnland. Nou, veel succes. Ik zou zeggen, de kampioenskandidaat, nou, misschien bij UWC. We gaan er wel voor. Dankjewel. Ja.